Brands kunnen zich onderscheiden door daadwerkelijk een persoonlijke benadering te creëren op het moment dat een klant het filiaal binnenkomt. Denk daarbij aan directe klantherkenning bij binnenkomst en het benaderen met specifieke aanbiedingen die de klant daarvoor bijvoorbeeld online heeft bekeken. Denk daarbij aan Gucci, die een complete omgeving hebben gecreëerd waarbij zij klanten dus herkennen bij binnenkomst. Ze kunnen benaderen met die ene specifieke tas die zij in hun filiaal hebben staan en die dus bijvoorbeeld door de klant is bekeken 2 dagen daarvoor. Dat werkt zo goed omdat de klant uiteindelijk loyaliteit voelt vanuit de retailer, in dit specifieke geval Gucci, en krijgt daardoor eerder een persoonlijke benadering. Gucci heeft dat uiteindelijk gecreëerd met MicroStrategy Alert technologie in combinatie met MicroStrategy Usher technologie, waarbij klanten direct herkend worden op het moment dat zij een filiaal binnenkomen. De klant kiest uiteindelijk zelf of dat zij zijn gegevens wil delen met de desbetreffende retailer. Nou, hij heeft dus de keuze op het moment dat hij de app downloadt om bepaalde gegevens te kunnen delen. Klanten die kiezen daar heel bewust voor. Ook omdat zij merken dat zij daar wat voor terugkrijgen. Denk daarbij aan persoonlijke aanbiedingen, denk daarbij aan extra promoties. Gucci is hiermee succesvol omdat zij laat zien daadwerkelijk kennis van de klant te hebben. Door de persoonlijke benadering van de klant met bijvoorbeeld die tas die zij 2 dagen geleden online heeft gezien. En klanten reageren hier enthousiast op, omdat uiteindelijk Gucci laat zien kennis te hebben van datgene wat ze uiteindelijk willen.